Welkom broeders. Thanks man broerski. Thank you. Die pokoe van net heet The Homies. Ik denk dat ik ook die aflevering, die naam van die aflevering gelijk. I'm with The Homies. The Homies. Eng, eng, eng. Ja. Hoe is het met jullie dan? Goed man, relax. We zijn er man. We gaan binnenkort eventjes naar Curaçao. Dus I'm happy. I'm happy. Nee, ik vind het dope dat jullie vandaag erbij zijn. En de reden dat ik jullie twee samen heb gekozen is omdat ik het gevoel heb dat jullie twee elkaar echt goed kennen. Jullie zijn zeg maar, naar mijn mening, verantwoordelijk voor mekaars succes. En tot de dag van vandaag nog steeds, zeg maar. Ondanks het feit dat jij met andere producers werkt en jij ook met andere artiesten werkt. Op het moment dat jullie twee samenkomen, is die magic altijd wat het moet zijn. Je weet toch? En ik wil terug naar dat moment dat, zeg maar, dat jullie elkaar leren kennen op Adje, zeg maar. Van wat ik me kan herinneren is de eerste kennismaking met Cho. Daar op Adje in de woonkamer. 2 banken tegenover elkaar. Cho aan de overkant, ik aan de andere kant. En ja, voor mij werd het gewoon zo gebracht van, joh ja, dit is die nieuwe nigger van Adje. Ik had, of zou net gaan signen bij die. Volgens mij zou het wel hard zijn als jullie samen pokoe maken. Klopt. Maar wij allebei, introverte niggas, zaten daar gewoon naar elkaar te kijken van ja, I don't know. Ja. Dus later pas is dat wel echt gekomen toen we meer hebben gezeten samen. En eigenlijk erachter kwamen dat we eigenlijk dezelfde shit tof vinden. Gewoon vooral Amerikaanse shit. En dat hoorde je gewoon terug in zijn shit en in mijn shit. En ik denk vanuit daar, de liefde voor muziek is zeg maar de broederschap die er vandaag de dag is ontstaan, zeg maar. En hoeveel sessies heeft het genomen, denk je? Voordat die eerste tune kwam waarvoor jullie zoiets hadden van? Die eerste direct, denk ik man, of niet? Was Gunshot. Ik denk de eerste pokoe die we hebben gemaakt is Gunshot, inderdaad. En ik had Nak 1 gedropt. Zeg maar op veel instrumentals, beats, Amerikaanse beats. En ik vond dat het tijd werd voor echte pokoes, zeg maar. Dus toen bouwden we Nak 2. En eigenlijk, ik krijg gewoon... Dus de magic was er best wel snel. Die magic was snel daar, man. Want Gunshot is tot de dag van vandaag wel een van mijn favoriete pokoes. Er was niks, echt nooit wat ik zag. En de kost weet nooit waar ik was. Ik ga aan de kisten op Jilla. Naar de bos in mijn hood met Goldie. Rollies, Gunshot. Ik herinner me ook precies, zeg maar, dat je was het aan het afmaken. En toen zei hij tegen mij van, yo, die tweede verse, Lexus. En toen dacht ik, hè? Lexus? Hoezo zegt deze man Lexus? Niet omdat ik Lexus nep vind, helemaal niet. Maar hij zag die hele kino gewoon echt al voor zich. En hij begon het ook te rappen al voor me, van hoe Lexus het zou moeten rappen. Ja, thanks. Toch? Klopt, maar gek man, ik was dat zelf vergeten. Inderdaad, het is legendary shit, maar als ik... Bro, dat was echt een lijpe pokoe. Ik herinner me precies, je zei, maar ik wil dat die man dit doet, dit. En toen begreep ik het. En volgens mij kwam hij 2 dagen later, had hij het opgenomen. En dat was precies wat je zat voor zag. Weet je? Story. Maar dat is denk ik sowieso hoe ik Joe ook zeg maar herinner in die Nak 2 periode, toen we het aan het maken waren. Hij had eigenlijk al die hele film voor zich. Precies, hij zocht alleen de puzzelstukjes om het in te vullen. Hij wist al wat hij wou doen. Hij wist af, bij deze pokoe, dit moeten we doen. Waar heb je dat van geleerd, denk je? Wat is... Ik weet niet, ik denk dat ik vroeger voor mezelf in bepaalde fases altijd soort van heb bepaald af, oké, als ik later dit ga laten lukken met die muziek shit, dan wil ik zo'n pokoe hebben en mijn shit moet zo eruit zien, toch? Kan jij je eerste magic moment herinneren? En dan hoeft het niet per se een moment te zijn van een pokoe die iedereen kent, maar misschien is het een pokoe die je hebt gemaakt waarvan jij het gevoel had toen destijds. Ik kan me wel één keer herinneren dat ik bijvoorbeeld met SFB hadden we een sessie. En ik wist gewoon nog niet wat ik met hun zou maken of zo, weet je toch? En we hadden alle bepaalde tunes gehad, Strangers. En nu sta je hier. En ja, je wilt toch wel een soort van die lijn doortrekken als, als iets van een bepaalde level weer maken, weet je toch? Dus we waren in de studio, was in Aga. We gingen nog even jonker roken beneden. Nu zit ik echt te denken van, wat ga ik zo doen, man? Want ik zit al van tevoren altijd sowieso van... Vooral in die periode, je weet toch, ik was op mijn grind, dus in elke sessie dacht ik van, yo, je moet al die hele shit weten welke richting je gaat gaan, zodat je die beat gelijk tikt. Dat was op een gegeven moment ook gewoon mijn ding, je weet toch, on the spot. Dus nu we zijn aan het smoken beneden, we gaan weer naar boven. Alles wat ik doe is gewoon gelijk uiteindelijk die beat geworden. Hij gaat achter die mic en hij begint met... Ik kan niet fucken met de waist, man. 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 En ja, ik heb veel van zulke momenten sowieso met Frenna gehad. Dat we echt heel veel shit heel snel hebben gemaakt. En ook gewoon vaak dat hij dan zo gek is dat hij zegt van ja, maar deze moet over 2 weken uit, man. Clip volgende week schieten. Shutdown bijvoorbeeld, ook gewoon zo gegaan, je weet toch? Maar dat is denk ik ook zeg maar een soort van die addiction. Ja, dat in het muziek maken zeg maar. Van, ik denk dat we die dat high willen capturen, dat moment capturen zeg maar. Van. Dat is denk ik wel wat we doen. We zoeken die high eigenlijk gewoon op. Het is, je kan het niet beschrijven, man. Het is gewoon... ik las laatst wel van een quote van Rick Rubin. Dat omschreef wel het beste denk ik van. Er stond van naar de studio gaan is eigenlijk net als vissen. Ja man, en hij heeft gelijk man, zo zie ik het echt man. Je gaat gewoon vissen, je ziet wel wat er, misschien is het een snoek, misschien is het een kleine... Soms catch je niks. Juist. Soms catch je die grote vis. Ja, man. De hele hoed kan je eten. Hij komt sowieso met enge uitspraken man, over, over muziek gewoon. Ja, zeker. Hij heeft ook een dope boek, ik heb die laatst van Rie gekregen ook van mijn BD. Ja, dat is echt een... Rick Rubin is een soldier, man. Hij zegt ook iets, ik weet niet precies wat hij zegt, maar ik zag een kindertje of een stukje op Instagram voorbij komen dat hij iets zegt van het moet hard genoeg zijn dat mensen het hard vinden en ook zo vernieuwen dat ook al mensen het haten of zo. Ja, maar dat is ook zo. Want als het je niet, is het, if it doesn't rub you the wrong way, zeg maar. Dus als je niet een soort van fuck met dit hebt, zeg maar. Dan gaat het niet groot worden, zeg maar. Denk ik. Je weet toch alle dingen die, als je bij wijze van spreken kijkt naar een wat is gebeurd van de jeugd van tegenwoordig. Dat was twee werelden bij elkaar die je nog nooit had gehoord, zeg maar. Want die type beat had je niet echt iemand overheen horen rappen. En dan zie je ook nog 2 rare tata's en ook nog 1 bolle nigger erbij, zeg maar. Je weet toch? En natuurlijk voor ons, omdat wij uit Noord kwamen, is Olly / Wibwa gewoon een bekende. Maar hij was niet per se de hardste rapper uit de buurt. Dus het was niet een ding van wat je verwacht. Niemand, het was niet zo dat de buurt zoiets was van, nou, wij kenden Olly als DJ, zeg maar. Dus we wisten altijd, hij gaat met muziek, gaat hij sowieso iets doen. Maar niemand had verwacht dat hij ineens in de jeugd van tegenwoordig zou zitten. En dat hun met het woordje wat's gebeurd, heel Nederland ons smash had. Snap je wat ik ben? Maar uiteindelijk valt dat weer op die science van Rick Rubin, denk ik. Van die what the fuck moment. Ja, die what the fuck moment, zeg maar. Zat zeker in zo'n type pokoe. Snap je waar ik ben? En dat kreeg je ook, denk ik, op het moment dat mensen hem misschien wel hoorden voor het eerst. Omdat het was de manier waarop je stem gebruikte was heel nieuw, heel raar voor wat er toen speelde. Snap je wat ik bedoel? Waardoor genoeg mensen bij de eerste keer horen misschien dachten, wat de fuck doet deze guy? Toch? Dat dacht Spanker. Dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Ja, Joe had van deze story. Ja, ik weet nog dat hij me die tune stuurde en ik dacht van... Ja, het klonk wel nice, maar ik begreep het nog niet helemaal. Die hele misschien wel en shit. Ik zei tegen hem, maar ga gewoon door. Je weet toch? So change the game. Nu al ook maar te zeggen. Maar opnieuw gewoon vrij praten. So change the game. Nee, maar ja. Dat is wel, denk ik, een pokoe die voor ons allebei ons leven heeft veranderd, man. Mm-hmm. Gewoon, toen was het zeg maar, gewoon voor iedereen van... Ja, het was duidelijk. Het was duidelijk. We moeten fokken bij deze dikkers, man. Het was duidelijk, maar ik denk dat jullie twee hebben zeg maar de nieuwe generatie van toffe shit. Ik denk dat jullie twee de koplopers of jullie hebben dat gestart. Die generatie voor jullie, zeg maar, is dan mijn generatie / Campy generatie / Dio, Sef, Hef. Dat is die generatie daarvoor, toch? Ja. En dan had je zeg maar van de young boys. Toen destijds was Keizer de top young boy. Ja. Als ik naar Keizer kijk, zie ik altijd... niet dat ze per se hetzelfde rappen, maar ik zie veel gelijkenissen in Keizer en Boef, zeg maar. Nee, ik ga het uitleggen. Ik ga het uitleggen voordat mensen denken dat ik kiek op ze aan het breken ben. Zeg maar, toen destijds had je dus die namen die ik net noemde, onze generatie. Mm-hmm. En had je net daaronder, had je Keizer. Volgens mij was Sam ook net aan het opkomen. Zeg maar, daar had je die generatie. Maar Keizer zijn fanbase was absurd. Maar niemand boven de 16 had het door. Snap waar ik ben? Mm. Waardoor het leek alsof het niet bestond. Maar als je dan zag de filmpjes die rondgingen van gillende kids, gillende meisjes, gillende boys. Uitverkochte shows. Gewoon al die shit. Dat is hetzelfde gegaan met Boef, voor mijn gevoel, zeg maar. Hun hadden heel vroeg, zeg maar, een hele jonge generatie, wisten ze te triggeren. Mm. Dat is eigenlijk waar ik hun een beetje in vergelijk. Snap ik dacht ik bijna gewoon muzikaal. Nee, helemaal niet muzikaal. Okay. Ik denk gewoon in de kom-op. Keizer was heel actief met vloggen. Hij was heel actief met, zeg maar... Was gewoon heel veel shit van hem ging viral. Ja. Maakt niet uit wat hij deed. Hij was gewoon de pompstation en hij maakte ruzie. Viral. Snap waar ik ben? Ja. En Boef had datzelfde. Met Snapchat en met het hele gebeuren op YouTube met zijn vlogs. Alleen heeft hij dat naar de next level weten te brengen, naar mijn mening. Maar het verschil tussen wat jullie hadden gedaan, die slag die jullie in één keer sloegen, is dat... Hoe oud was je toen misschien wel uitkwam? 21 of zo, denk ik, man. Juist. 2021. Op het moment dat jullie misschien wel hem maakten. En eigenlijk begon het al vanaf workshop, voor mijn gevoel. Was er meteen een... Jullie hadden gelijk, zeg maar, de kids en de grown-ups. Mm-hmm. In één keer. Snap waar ik ben? Mm. Dus het heeft niet lang geduurd voordat iedereen akkoord was dat dit tof is, zeg maar. Ja. En daarom zeg ik, in dat stukje zijn jullie naar mijn mening de eerste. Ik hoor je. Omdat nadat misschien wel hij kwam, ging die hele deur open. En toen kwam, naar mijn mening, niet dat SFB, hun hadden toen volgens mij ook al... Maar dat was nog steeds een beetje een soort... In de hood een hit. Ja toch. Maar niet all over, zeg maar. Snap waar ik ben? Juist. Yes. Mm. En na misschien wel, hè, was het ineens van... Laten we letten ook op die young boys, man. En toen kwam naar mijn mening New Wave. En toen was de floodgate open, zeg maar. Van, fuck ja, old niggas. Wij hebben het niet. Je weet toch? Maar dat is, dus ik vind wel dat gezegd moet worden. Naar mijn mening. Thanks, man. Ja, man. Ik waardeer het. zeker. Dus is gek genoeg niet iets waar vaak over gesproken wordt, maar het is wel... ja, maar het is gewoon hoe ik de game heb geanalyseerd. Ik ben overal bij geweest, toch? Dus ik heb het echt van dichtbij gezien wanneer wat is uitgekomen en wie eerst dit deed. En, snap je waar ik ben? En niet dat het per se uitmaakt wie de eerste is, daar gaat het niet om. Maar als jullie toevallig de eerste zijn, dan ga ik dat wel zeggen. How you feel about that, bro? I mean, ja, tuurlijk. Wat jij zegt, man. Appreciate that. Ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn geweest in deze game die een steentje hebben bijgedragen. En misschien ben ik mensen vergeten. Ronnie. Juist, dat is de naam. Er zijn sowieso een paar. Er zijn genoeg namen vergeten. Ik denk dat Ronnie's fase en ook de fase van Boas en de hele gang. Snap je? Er kwam gewoon ineens muziek uit met wat veel agressiever / veel harder en luider klonk. Waardoor het meer aandacht heeft getrokken, denk ik. En waardoor het nu niet ineens meer... Nu is het ook goed voor festivals. Nu is het ook goed voor in de clubs. Nu is het ook goed voor verjaardagen. Snap je waar ik ben? Yes. En daar hebben we met z'n allen steentje aan bijgedragen. Ja, man, mooi om te zien. Ik ben alleen maar dankbaar dat ik dit kan doen, man. En het is iets speciaals. En het zijn alleen maar dingen waar ik over had kunnen dromen, snap je? Ik had het gisteren met Adje ook erover van. Het is gek, broer. We zijn nu verder dan dat we dachten dat we... Snap je wat ik bedoel? Ja, omdat zeg maar dit nog niet bestond op het moment... Dat we aan het dromen waren, toch? Maar ergens weet je toch? Heb ik ergens heilig wel geloof altijd van. Het gaat goed komen. Ja, toch? Ja. Jij ook, die takkie bij FunX, wat je zei, weet je, toen je met mijn maag ging praten, dit, dat. Ik kreeg kippenvel, man. Ik dacht weer even aan die periode van, ja, maar we komen van ver, snap je? En het is gek om te zien. Bro, en ik zat daar ook, zeg maar, angstig die dag. Ik dacht van oké, deze vrouw kent me niet echt, zeg maar. Snap waar ik ben? Ja, toch? Tuurlijk. Hij zegt gewoon tegen mij, bro, of niet, hij zegt het niet op die manier. Op een gegeven moment zagen we gewoon van, Cho komt naar de stuur, maar zijn vibe is soort off. En op een gegeven moment hoor ik van ja, ik weet niet of hij het mezelf heeft gezegd of dat het via Ivan naar me toe kwam. Van joh, die maas hem wel een beetje zat. Is dat waar ik ben? Ja. En het is logisch, bro. Want Joe was vaak bij ons thuis tot 2 uur 's nachts, 2:30 's nachts. Terwijl de volgende dag moet die nigger gewoon naar scoren, snap je? Maar ik geloofde zo erg in wat hij kon. Dat ik wist van ja, bro. Niet dat ik zoiets had Foxen school. Dat had ik echt niet, je weet toch? Maar ik wist gewoon van, deze man gaat dit doen, bro. Ja. Hij gaat dit, snap je waar ik ben? Dus ik was daarin misschien een beetje onverantwoordelijk. Dat ik zoiets had van, die man kan gewoon hier blijven tot in de nacht. Thank you for that, bro. Thank you for saying Fox cool, man. Nee, je weet toch, maar misschien was het onverantwoordelijk om zo ermee om te gaan. Ja. Maar op een gegeven moment... kwamen we dus op het punt dat hij tegen me zei van bro, ik heb al te vaak proberen te praten met mijn moeder. Misschien als jij met Ivan komt en met mijn moeder praat, dan heeft ze misschien begrip ervoor, snap je? En toen ben ik gewoon daar naartoe gegaan, heb ik uitgelegd wie ik was, super eerlijk. Ook mijn foute dingen heb ik meteen gezegd van ma... Ik heb ook drugs verkocht. Sorry. Snap je? Ik heb gewoon alles meteen gezegd tegen ze maar van... Ik ben... Die persoon was ik. Maar deze persoon ben ik vandaag. Je weet toch? En op basis van het succes wat ik heb... durf ik mijn hand in het vuur te steken... voor het feit dat hij... dit minimaal gaat behalen binnen een jaar tijd... of binnen 6 maanden. Of ik weet niet wat we hebben aangebracht. Er was een soort van... Toch? Er was een afspraak van... Binnen nu en zo'n bepaalde tijd moet het veranderd zijn, want anders moet die man gewoon een joint gaan zoeken of kijken hoe hij het regelt. Want gewoon niks doen is niet... Zeg maar, muziek was in haar ogen niet per se niks doen, maar het was... Het is gewoon een goede hobby. En je bent er ook goed in, maar Ja, maar zo zag mijn maat ook altijd, man. Gewoon, is leuk, maar het gaat je nergens brengen, man. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat er veel zweet, bloed, tranen, pijn, verdriet, geluk, al die shit zit verwerkt in zeker de muziek wat jullie samen hebben gemaakt, snap je? Ja, man. En bij jou kan je het horen aan de kwaliteit. Zeg maar hoe constant de kwaliteit is. Snap je waar ik ben? Mm. Want in jouw muziek, kan je, jij praat niet met... Jouw muziek heeft niet per se emoties. Het heeft wel met emoties. Als je bij wijze van spreken emotionele akkoorden speelt. Mm-mm. Maar in hoe hij zichzelf uit... Jij kan jezelf niet op die manier uiten in je muziek. Precies. Maar de kwaliteit van je muziek laat zien dat... Al die shit wat geldt voor hem en zijn muziek, dat jij daar ook doorheen moest gaan om op dit level te komen, snap je? En het zo lang vol te kunnen houden. Het is grappig dat je dat zegt, want hé, toch? Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen, want we hebben het al een paar keer gezegd van onze chemistry, muzikaal, dit, dat. Maar ik denk dat hij inderdaad een soort soms voelde vaak van... Qua beat, zeg maar, dat die soort gewoon van... Wat ik doe met die focus is hij en het geluid. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ben je waar ik ben? Hoe praat ik dan met shit? Nee, ik hoor je. Ik denk ook voor mezelf. Zeg maar ook in de way hoe ik mezelf, zeg maar, een Amerikaanse nigger vind. Mm. Is die beat ook... Misschien bedoelt Adje dat ook in de way van die kwaliteit is... Ja, is, zeg niet, maar, is niet nederop, is niet stoffig, is niet... Nee, het is gewoon... Het is top tier. Snap je waar ik ben? Het is van de hoogste plank, zeg maar. Mm. Ja, toch. En ik denk dat Nederland heeft een aantal producers waarvan ik vind dat het top tier shit is. Je weet toch? Mm. Maar al die top tier niggas zijn ook door shit heen gegaan. Om dat te worden. Ja. Je wordt dat niet gewoon zomaar, zeg maar. Nee, zeker niet. Ja, toch? Zeker niet, nee. En alleen uit het bij jou zich niet in emoties per se, omdat je niet praat of geen lyrics per se eraan toevoegt. Tuurlijk heb je hier en daar je invloeden. En tuurlijk doe je misschien een keer een hoek. Of doe je, omdat wij weten natuurlijk van je dobbelste in het verleden dat je alles hebt gedaan in muziek. Maar de mensen, het gros, die ziet jou als... de beste producer van Nederland. Yes. Dus ze horen eigenlijk niet veel van je, snap je? Exact, ja. Behalve teringharde beats. Ja, toch? Maar het mag wel echt gezegd worden dat het... dat jullie beiden van... heel necessary zijn voor deze game überhaupt, snap je? Ik denk dat... Het feit dat Cho het nu laat lukken met je shows op deze manier. Het feit dat jij volgens mij behoort tot een van de niggas met de meeste streams. Als het gaat om producer. Dat is niet zomaar. Nee, ik denk zeker niet zomaar. Wat je zegt... Het is niet zomaar van de een op de andere dag gekomen. Nee, toch? Er zit tijd in, bloed, zweet, tranen. Maar wat vooral mooi om te zien is dat, dat mensen zien dat niet per se altijd. Maar ik denk dat dat wel weer het verschil maakt wanneer ze onze shit luisteren, zeg maar, snap je? Van, het is te horen. Zeg maar, net als wanneer je soms een vrouw... hoort zingen of zo. Mm-hmm. Je hoort gewoon een soort bepaalde schade of pest in haar stem. Op de manier hoe ze zingt, zeg maar. Ja. Je kan het niet beschrijven, zeg maar, goed. Maar je voelt gewoon die pijn, zeg maar. In datgene wat ze doet. En ik denk, ja, sowieso... pijn is ook iets wat we allemaal kennen in onze lijf. En soms is dat ook gewoon, zeg maar, die benzine voor die shit wat je gaat doen, zeg maar, snap je? 100%. En ik ben zelfs heel erg ervan overtuigd dat zonder die pijn het niet eens bestaat, zeg maar. Ja. Zonder die pijn kom je niet eens op dat punt. En natuurlijk, mijn zoontje is nu ook al creatief. Dus dat wil ook niet zeggen per se dat dat wil zeggen dat hij nu al lijpe pijn heeft. Maar om mensen te raken. Mm-hmm. Zeg maar, iedereen kan creatief zijn. Iedereen kan, zeg maar, er zijn genoeg mensen die naar het conservatorium zijn gegaan en de beste pianisten zijn. Maar ze raken mij niet. Snap waar ik ben? Omdat misschien zit de verdriet of de pijn of whatever zit er niet in om mij te kunnen touchen, zeg maar. Ja. Ik denk dat elke bijzondere artiest heeft gewoon bepaalde dingen. Misschien is het een blik. Misschien kan je gewoon aan hun gezicht al zien van goddamn, this nigga been through some shit. Snap waar ik ben? Die heb je ook soms. Ja toch? Maar dan weet je al van als deze gezicht die ik nu zie ook nog eens een mooie stem heeft. Dan, ja toch? Dan kan het niet fout gaan, zeg maar. Omdat die combinatie van het delen van pijn is denk ik een van de krachtigste tools die er is, zeg maar. Misschien niet delen van pijn alleen, delen van emotie. Delen van gevoel. Gevoel. Je weet toch? Ik denk dat dat, zeg maar, het belangrijkste ingrediënt is in het maken van muziek. En succesvol worden in muziek. Maar op het moment dat de persoon die het maakt ook nog is, net genoeg beschadigd is, ga je dat terug horen, zeg maar, waardoor het ineens connect op een hele andere manier. Want als ik het dan moet terugtrekken op mijzelf, ik heb heel lang mezelf geschaamd voor mijn eigen stem. Dus ik ging in de microfoon ging ik mijn best doen om niet te klinken als mezelf. Omdat ik het gevoel had dat, probably had ik het gevoel dat je me dan ziet. Snap waar ik ben? Van je gaat mijn twijfel horen in mijn stem, je gaat mijn pijn horen in mijn stem. Dus probeerde ik dat heel lang te maskeren. Maar toen ik stopte met schrijven, toen maskerde ik niks meer. Toen was het gewoon wie ik ben. En dat is ook de stem die voor mij is gaan werken. Snap je? Die stem waar ik me eigenlijk voor schaamde. Omdat ik het gevoel had van dit is net iets te kwetsbaar. Maar hoe kwetsbaarder, hoe beter. Dat is uiteindelijk mijn conclusie geworden, je weet toch? En iedereen die naar mijn mening heeft een stem die je raakt, zeg maar. Facts. Als ik terug zou gaan nu naar Adje tijd, bij wijze van spreken, en ik zou... Jij was daarbij, dus als ik nu aan jou vraag welke documentaire stond het meeste aan, dan weten we het antwoord wel, toch? Wayne, zeg maar. Kaardendoken, zeg maar. Maakt niet uit, die kaardendocumentaire stond bijna 5 keer per week was die aan op die tv, je weet toch? Soms maakte ik het gewoon aan, ging naar boven. Ja. Snap je dat zo, wanneer ik beneden kom, dat ik weer herinnerd word van nou, deze dingen werken koude hard. Ik even beseffen, ja man. Kijk, die Wayne shit, laatst nog maar dat fragment in ieder geval, dat hij naar die, iemand heeft een shirtje toch, van Best Rapper Alive. Ja, toch is zelf op die tv. Van. Is volgens mij Vieze Freddy of Wibwa. Ja, klopt. Ja man. Die is gek. With a picture of me. For real? Oh, my daddy's soul. That nigga's shirt said the best rapper alive with a picture of me on that motherfucker. Die is gek. Maar zeg maar, die attitude. Spank heeft dit van afstand gezien, denk ik. En denk ik ook wel van dichtbij. Maar ik denk dat jij het van veel dichterbij hebt gezien. En ik weet niet of je daar bewust van was, maar laat me het beschrijven zodat je begrijpt waar ik het over heb. Er is een fase geweest dat ik muziek aan het maken was als een bezetene. En we hebben het over die tijd van dat Lil Wayne's documentaire uitkwam en dat wij, zeg maar, op Eiburg hadden we studio boven. Mm. En we hadden onze studio op Damrak. Mm. En als we dan, toen we naar Suriname gingen, ging de studio mee naar Suriname. Ja. Maar je weet toch? En wij waren zo hongerig om te werken dat we gewoon toen die dag in Su, volgens mij is met die track met Kalibwai. Toen waren we met Kali, Veef was erbij, hij heeft die clip toen geschoten. Mm-hmm. En die beat is van Spanker, bro. Nu besef ik even, die beat is van Spanker, bro. We hadden het net even erover. Klopt, man. Spanker beat, nigga. Ja, man. Ook vooral in de film. Ja. Ik herinner me nog, zeg maar, dat we... Welke pokoe was uit dat we zoiets hadden van... Plakken. Yeah. Volgens mij die pokoe was uit en ik herinner me nog, zeg maar, dat Joe zei de hele tijd tegen me toen we in Su kwamen van ik wil zo'n tune maken, je weet toch? En ik zeg tegen hem van ja. Nee, soms is het, ik zong net volgens mij die Travis, maar volgens mij die Push It, toch? Push It. Ik weet niet hoe die pokoe heet ook, maar in ieder geval van die richting, ja. Deze man zei de hele tijd van we moeten zo eentje maken, zeg maar. En toen hadden we die beat nog niet. Dat herinner ik me heel goed, we hadden die beat niet. We waren in Su en die beat was nog niet aanwezig. Maar we luisterden de hele tijd die tune, zeg maar. Mm. Op een gegeven moment zegt Cho van hey, Spanker, ik weet niet of je had gebeld of hoe dat is gegaan. Waarschijnlijk herinner je dat ook niet meer. Maar op een gegeven moment zegt Joe van, hey, Spank heeft die beat die we nodig hebben, heeft hij net gestuurd. Je weet toch? Ja. We denken van, oké, je weet toch van, awesome van, are the Drake vocals in yet, zeg maar. Yeah. Op een gegeven moment zegt, die beat is er, bam. Nu moeten we een studio gaan knutselen. Nu kijken we, wat hebben we allemaal. Ik heb mijn laptop bij me. Ik heb of... een Focusrite of een andere versie van een Focusrite. Maar een Focusrite, voor de mensen die niet weten wat dat is een preamp / voorversterker voor je microfoon en om je boxen in te pluggen. Want als je die niet hebt, kan je je microfoon niet gebruiken en je speakers ook niet gebruiken. Dus die drie dingetjes hadden we bij ons. Nu is er ook een beat van Spanker bijgekomen. Dus nu kunnen we eigenlijk een tune maken. Nu is Kalibwai ook nog toevallig in Su. Dus we kunnen hem ook nu lokken naar de studio. Van kom naar ons appartement en laten we een tune maken. Je weet toch? Mm. Bam. Precies dat hebben we gedaan. We hebben hem gelokt naar ons appartement. Hij is gekomen. Maar voordat we begonnen aan die tune moesten we nu de rest van de studio knutselen. Want we hebben nog speakers nodig. En misschien is hebben we niet eens echte speakers gebruikt, maar gewoon een AUX. Of niet de AUX, maar hoe noem je dat? Bluetooth. Mm. Ik weet het ook niet eens meer. Maar ja, volgens mij hadden we niet eens echte speakers. We hadden gewoon een Bluetooth box, zeg maar. En opnemen gehad. Zeg maar, ik ben. Maar we hadden ook geen mic standaard. En op een gegeven moment dachten we, weet je wat. En ik had dat vaker gedaan, want ik nam die studio overal mee. Maar ik wist van, als ik een hele standaard moet meenemen, ook nog in mijn koffer. Is broeia, zeg maar. 9 van de elke keer bij airport als ik aankom, word ik soort van gecontroleerd alsof ik Uzi's en guns bij me heb. Omdat ze zien alleen maar metalen objecten en dingen die niet kloppen in een koffer. En helemaal niet in je handbagage. Want ik heb zoiets van, deze gaat niet in de... Mm. Want ik heb bij Schiphol gewerkt en die niks gooien met je shit alsof het gewoon... je weet toch? Mm. Alsof het een visa is. Dus, anyhow. We fixen een stoel. We fixen een bezem. Die bezem heb ik volgens mij aan die stoel gebonden met veters. Ik heb gewoon de veters die in mijn schoenen waren, heb ik losgemaakt. Veters gebruikt om die shit vast te maken. En het kan, ik heb het ook een keertje met tape gedaan. Dus het kan tape zijn of veters, je weet toch? Je zet dan aan die stoelleuning, hier aan dit stuk, zet je die bezem. En dan steek die bezem uit tot en met hier zo. En dan... Volgens mij, hoe hebben we die mic vastgekregen aan die bezem? Ook getaped. Getaped volgens mij. Man, ja, die mic uiteindelijk vasttapen aan die bezem. En wanneer je die mic vastgetaped hebt, oké, bam, oké, Adje doet zijn verse, oké, Kalibwai doet de hoek, Cho doet een verse, bam. Poco staat erop. Besef dat ik niet eens weet dat die Poco zo tot stand is gekomen. Yo, ik weet dat we die Poco hebben. Dacht jij serieus, je stuurt die mannen zijn daar. Weet ik veel. Nee, man. Jij maar dat is gewoon dus gek, zeg maar. We hebben dus een Poco samen, maar ik weet niet eens hoe die tot stand is gekomen op die manier. Creatief is laat zijn, toch? Man. Jij was gewoon in Nederland en je hebt een beat gemaild. Gewoon even gemaild. Die clip is eigenlijk ook, als ik erover nadenk, is echt een domme clip ook, man. Ja, man, shout-out naar Veef. Shout-out naar 50 feet. Shout-out naar Veef en shout-out naar Banco. Shout-out naar Banco, man. Ja, man. This one bay in my glass. Jullie niggas sippen die Bacardi wel. Ik wiep je bitch diep in de zee. Diep in de zee, Ariel. Mijn flows zijn vast, dus aard is snel. Nog geen kop, maar zo'n paar barkies wel. De reden dat ik dit verhaal vertel en wil delen met de mensen, en ook wil reminiscen gewoon erover met Joe, is... die honger die we toen hadden. Ik wil niet zeggen dat ik die honger niet nog steeds heb, want ik neem mijn studio nog steeds overal mee. Maar het geloven in weinig hebben en het gewoon toch regelen. Op een gegeven moment word je, zeg maar, een officiële artiest en is alles gelukt en heb je shows en word je serieus genomen. Je komt misschien soms op tv. Waardoor je, zeg maar, die rauwheid en die viezigheid misschien gaat... de kans is groot dat je daarop kan gaan neerkijken. Van, nou maar zo werken we niet meer. Terwijl de beauty zat wel, denk ik, naar mijn mening, in wel zo werken. Facts, man. Toch? Ja. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die wij als artiesten en creators en kunstenaars, ik denk dat we met z'n allen gewoon moeten, maar ook sporters, snap je? Tuurlijk. Ik denk dat we met z'n allen, zeg maar, die boy die, zeg maar, profvoetballer is geworden en die met een kapotte bal, zeg maar, heeft leren spelen, die kan nooit meer neerkijken op een kapotte bal. Snap waar ik ben? En zo kunnen wij ook nooit meer neerkijken op die ene bezem. en die mic met tape, zeg maar. Om just to get the job done, zeg maar. En ik denk dat dat echt iets is wat de nieuwe generatie hopelijk ook nog steeds doet. Je weet toch? Omdat... Ik ben deze podcast begonnen omdat ik iets wou toevoegen, zeg maar, aan hiphop en aan content, tussen haakjes. En op het moment dat Hef toen Rookworst startte, toen dacht ik van oké, weet je wat, hij heeft dit nu al, dus laat me hem gewoon daarin joinen. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ik ga hem zeker daarin blijven joinen ook. Maar ik wist gewoon dat op het moment dat ik zelf mijn eigen ruimte zou hebben om een podcast te hebben, dat ik waarschijnlijk hetgene wat ik wil pushen is eigenlijk motivatie en besef voor de jeugd en de toekomst, zeg maar, dat het niet het lijkt van, zeg maar, net als hoe jij, zeg maar, die clip uiteindelijk krijgt en niet weet dat we het op een junkie manier hebben getaped. Jij krijgt gewoon een nieuwe tune en een clip. Jij denkt, deze mannen zijn snel, lijp, hard, goeie. In jouw hoofd was het misschien in een goede studio gefixt. Maar dat wil ik meegeven. Snap je dat? We hebben eigenlijk niks nodig to make it, to make it happen. Ik heb nooit veel nodig gehad, man. Vanaf vroeger eigenlijk, man. We maakten net Fatou erover van, hé, toch? Die all mic... Nak 1, nee, misschien 2 zelfs, is gewoon helemaal thuis in de kamertje, snap je? Simpele mic, nog. Ik heb gekkere dingen dan die. Bij mij is zelfs een verhaal, je kent die osso, waar we Nak 3 hebben gemaakt. Ja bro, legendarische osso. Bro, die osso, ik weet precies nog. Ik heb volgens mij vorig jaar ergens een keer op mijn Instagram gepost. Het was gewoon letterlijk een tafeltje met een bureaustoel, 2 speakers. En de beste niet eens gordijnen, laken gewoon vastgezet. Daar ging Junta, broer. Daar ging gewoon grinden. Dat is, zeg maar, waar... Puur. Kapelle-achtig, toch? Nee, achter was Lombardije. Lombardije, ja. Maar zeg maar, die structuur van die flatjes was precies als die flatjes in Capelle en in Slingen, zeg maar. Toch? Want het was 4 verdiepingen. 4 verdiepingen, ja. Toch niet een lijpenhoge flat, nee, gewoon juist. Ja, nee, daar, maar ik herinner me. Ja, je bent daar sowieso geweest. Ja, ik ben daar geweest. Maar daar nog een 3 gemaakt sowieso. Maar veel tunes ook die voor mij ook belangrijk waren, weet je toch? Gewoon die osso gefixt en zeg maar, uiteindelijk mensen horen dat niet inderdaad. Juist. En ik denk dat besef, zeg maar, heel veel mensen die thuis zitten en misschien diezelfde droom hebben, hebben dat besef niet. Snap je? Ja. Die denken van, ze zien ons wie we vandaag zijn. Dus ze zien ons in die dikke studio van vandaag. Snap waar ik ben? Maar ze zien niet, zeg maar, dat we... Als ik Cho moet beschrijven, zeg maar, en dit met alle respect, hè, dit bedoel ik niet verkeerd. Hij heeft al deze mooie dingen, heeft hij, naar mijn mening, gemaakt in een kamer die even groot is als dit blok waarin we nu zitten, zeg maar. Met een bed erin, een bureau erin, een kast erin, kleren. Ja, snap je? Weinig. Zeg maar, dat gaat gecombineerd, zeg maar, die kleine kamer gaat gecombineerd met neefjes die in en uit rennen. Je weet toch? Je mams die je van tijd tot tijd komt zeggen van fakka. Fakka met jou eigenlijk, met die hele, die sound is te lang. Dus weet wat ik heb meegemaakt. Snap wat ik ben? De hele tijd hoor ik bas dreunen. Ik wil ook gewoon mijn kerkdienst kijken vandaag. Whatever it is. Wat ze wel kijken. Of het Bold and the Beautiful is. Goede tijden, slechte tijden. Je fucking shit up met je bang, bom, bom, bom daarboven. Je weet toch? Ja, man. Breng geen pap. En je weet ook, die shit is urenlang op loop. Zeg maar, voor ons. Voor ons is het, zeg maar, wij zijn bezig. Maar voor iemand die daar gewoon zit en niet begrijpt wat de fuck jij aan het doen bent. Bro, loop, stoppen, play, loop, stop, play, loop. En er zit ook geen ritme in, zeg maar. Ja, kan irritant zijn. Ja, heel irritant, bro. Je moet zo zien, zeg maar, een normale brein die weet van, oké, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dat is de maat. Als dat 15 uur aanhoudt, is het al heel irritant. Maar dit is 1, 2, 3, wacht, stop. Bah, bah. Nog een keer, stop. Er zit geen... Alleen jij, zeg maar, die bezig is met die pokoe, die begrijpt die puzzel. Weet je hoe ik soms naar Joe kijk, bro? Als hij bezig is met shit opnemen. Zeg maar... Je weet toch, ik ben rommelig, maar simpel. Snap waar ik ben? Maar dat zijn niet simpel. Luister even. Zeg maar, ik ben rommelig, maar simpel. Dus mijn werkwijze is heel simpel. Dat bedoel ik, zeg maar. Ja. Al lijkt het voor degene die het ziet heel rommelig. Maar het is voor mij gewoon... dit. En dat moeten 16... van die blokjes zijn. Eentje op spoor 1, eentje op spoor 2, eentje op spoor 1, eentje op spoor 1. Zeg maar, dat is hoe simpel mijn werkwijze is. Op het moment dat Cho, zeg maar, de studio in gaat, hij doet heel veel dingen wat de luisteraar of degene die daarbij zit op dat moment, die denkt, what the fuck ben je aan het doen? Bij wijze van spreken op het moment dat je een melodie inzingt. Toch? Jij weet al van, oké, dit wordt... Ik weet welke woorden ik ga zetten. Maar hey, zit je gewoon op eerste kaal, gewoon? Ja. Normaal, toch? Dat is een nimsting. Maar ik kan het horen op ijzeraan. Sorry, man. Ik dacht, ik moest even vragen over. Hey. Je nekt die niet? Nee, ik ken het. Nee, maar wanneer jij de stuur gaat, zeg maar, wanneer jij een pokoe maakt, kan jij, zeg maar, heel veel dingetjes inkleuren, zonder dat je per se als luisteraar op dat moment kan begrijpen wat er hier ingekleurd gaat worden. Snap waar ik ben? Terwijl bij mij is het best wel straightforward. Dit is het woordje. Dit is die eerste bar. Oké, dit is de eerste bar. Dit is de tweede bar. Oké, dit is de tweede. Ja, dus dat bedoel ik met simpel. Maar als ik naar jouw werkwijze kijk, kunnen het soms 16 sporen zijn. En dan gebruik maar 2. Yes. Kan. Ja. Kan ook dat we 12 gebruiken. Ja, maar snap je? Dus je hebt zeg maar een hele mooie, maar aparte manier van werken. Ja. En dat komt denk ik zeg maar doordat, het is ons, niemand van ons is het aangeleerd, toch? Iedereen heeft op zijn eigen manier gewoon met dat programma aan de slag gegaan. Tuurlijk. En heeft daar iets van weten te maken, zeg maar. Ja, maar dat, ik bijvoorbeeld als producer heb dat ook echt gezien, maar letterlijk elke artiest heeft gewoon zijn eigen manier van pokken maken en opnemen. Gewoon, slap, toch? Niemand heeft dezelfde manier. Niemand. Niemand heeft dezelfde manier. En ik heb heel veel maniertjes gezien. En ik heb van Cho geleerd. Ik heb van Idaly geleerd. Ik heb van Bondi geleerd. Ik heb van Jay geleerd. Zeg maar, ik denk als ik kijk gewoon om me heen. Van, dus niet de rappers van Amerika, maar gewoon de mensen die ik om me heen heb gehad. Denk ik dat ik heel veel heb geleerd van die namen die ik net noemde. Dus Jay. Wayne. Nee, maar dus... Oh. Nee, als het gaat om de buitenkant. Oh, ik weet deze dingen. Hij zegt nog niet die West van Amerika. Jij zegt weer. Oh shit. Nee, maar ik hoor wat je zegt. Nee, het is goed, shit, ben je nog hier of? Ja, hoor de West van Amerika. Het is goed, het is geen stress. Nee, maar anyhow. Klootzak. Weet ik anyway van hier niet. Nee, maar ik heb heel veel geleerd, zeg maar, van Jay, jou, Idaly, Hef, Wibwa, Wiliwarta, Turk, zeg maar, dat waren... Wibwa is ook een rare, aparte dingen op die opnemen, ja. Een toffe manier van opnemen, ja. Mm. Bij hem zie je zeg maar dat het hij is echt puur. Mm. En eerlijk en grappig at the same time. Dus ik heb heel veel van jullie geleerd, dus door jullie te observeren, maar ook om te zien hoe jullie opnemen. Snap je? Op het moment dat bij wijze van spreken toen wij zeg maar opnamen. Ik herinner me nog heel goed, ik was naar een awardshow geweest. En die avond had ik gewoon het gevoel dat bitches echt raar blij tegen me deden. Snap je wat ik ben? Ja. Dus ik ging na die show naar de studio met Jerry, John en Spaz. Spazmatic. Straight Boomers. En hun waren toen Straight Bullets samen. En ik ging naar de studio en ik maak die hoek. Die bitches doen ineens blij. En ik stuur het naar Cho. Ik had nog geen verses erop. Ik stuur het naar Cho. Cho zegt, bro, dit is een koude hit. Ik zeg, ja? Hij zegt, ja bro. Ik dacht, het is gewoon iets. Hij zegt, bro, dit is een hit. Yo, nigga. Maak even op, bitch. Ga niet meer. Kom dan. Young nigga, maar ik ga voor old bitches. Ga niet meer met de daddy van mijn zoon, bitches. Shout out naar me, alles doe ik in mijn own, bitches. Fuck rappers, maar hou van Adje en Cho, bitches. Dus nu heeft ze verse gedaan, maar ik hoor zijn verse. Ik denk, ja, maar papa. Hoe ga ik dit doen, zeg maar. Hij zegt, bro, maak je niet, we gaan gewoon, dit is die flow, zeg maar. Ik zeg, oké, dit is die flow. Nu, omdat ik niet record of niet schrijf, is het ook gewoon van, oké, laten we beginnen, toch? Dus ik zeg, oh, nigga. Dus ik hou van grown bitches. Maar ik zeg het zo, oh, nigga. Dus ik hou van grown bitches. Zo zegt, nee, toch, Adje? Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, je moet enthousiast zijn. Hooggestemachtig, zeg maar. Je weet toch? Ik kwam saai, zeg maar. En dus zeg maar, hij heeft me ook nieuwe kanten van mezelf leren ontdekken, zeg maar. Uiteindelijk is dat denk ik ook het mooie van muziek maken, toch? Dat je uit samenwerken komen juist die andere dingen. Ook weer uit jezelf, zeg maar. Omdat als jij in je eentje in je kamertje zit bij wijze van, dan kan je misschien ook harde shit maken. Maar het heeft al verschil. Als jij bijvoorbeeld in de ruimte erbij zit en zegt van, hey, misschien ga vandaag even links in plaats van rechts. Zeker. En zo, dat is zeg maar uiteindelijk denk ik in de end voor ons als creatievelingen. Gewoon blijven samenwerken altijd, man. Zeker. En wees niet bang, zeg maar, om voor meningen van anderen. Sta je open. Ik denk dat je de studio in moet gaan. Natuurlijk met een ego. Mm-hmm. Maar die ego moet alleen te horen zijn in de raps. Wat zegt jouw ego als je de studio in gaat? Mijn ego zegt wanneer ik onderweg ben naar de studio. Ik ben de goddamn best. Onderweg naar de studio. Mm. Maar zodra ik binnenkom in de studio, is alles weer op, heb ik een blanco vel. Mm. Dus whatever happens, happens, zeg maar. Ik heb geen plan. Ik heb geen... Cho kan het beamen, zeg maar. Dat ik heb heel veel studiosessies met Cho gehad. Waarin hij gewoon beat nummer 1 opzet. En ik rap op beat nummer 1. Mm. Snap je? Omdat... Maar ik heb gemerkt... Veel, zeg maar, bijvoorbeeld... Jij hebt dat. Ik denk Murder heeft dat ook. Ik denk Hef ook best wel. Dat, zeg maar, van... Basically... Maakt niet uit welke beat het is. Als er gerapt moet worden... Gaan we rappen. Dan gaan we rappen, zeg maar. Misschien is die beat niet helemaal, zeg maar. Ja. Maar ik ga wel gewoon... We maken er het beste van, ja, zeg maar. En... dus dat is mijn ego, zeg maar. Mijn ego is op die manier... Misschien de confidence van... Fuck, het maakt niet uit wat je me geeft, ik ga het killen. Daar is mijn ego aanwezig. Maar op het moment dat ik, zeg maar, moet kiezen... Of niet moet kiezen, maar op het moment dat het gaat om dit liedje, gaan we wel of niet maken, ben ik meestal de meest egoloze persoon, zeg maar. Omdat ik gewoon de vibe, ik ga mee in de vibe. Mm. Je weet toch? Omdat ik ben ook een type die bij wijze van spreken met een nieuwe producer zitten, maak ik misschien 2 pokus op een beat die ik misschien niet echt hard vind. Maar doordat ik die 2 pokus heb gemaakt op die beats die ik niet echt hard vind, is die derde beat precies die beat wat ik wil. Die maak je gelijk kapot. Snap waar ik ben? Dus in dat opzicht ben ik gewoon heel flexibel, zeg maar. Ik ben, I'm willing to have a long conversation with you. I'm willing to make 2 songs we're never gonna use. No. Maar omdat ik gewoon weet... Dat is het ook vaak, toch? Juist. Maar ik geloof ook altijd dat het niet is voor niks, zeg maar, snap je? Want misschien in die 2 pokus die je niet gebruikt, heb je toch misschien een paar lines geschreven die je toch gaat gebruiken ergens anders. Of toch weer, of in die chilling heb je weer een takkie gehad die je toch... Dus er is altijd iets wat je eruit kan halen, zeg maar. Ondanks dat het misschien niet iets is wat je direct van hebt van ja, dit ga ik gebruiken of releasen. Maar uiteindelijk voor ons is die pokus zijn ook altijd momentopnames gewoon, toch? Precies. En je kan het moment verstoren door je ego of door je plan. Snap je? Mm-hmm. Als ik bij wijze van spreken de studio in ga en ik heb zoiets van, oké, ik wil van Spanker deze beat. Mm. Ik heb vaak zulke sessies gehad, hè. Zeg maar, dat als mensen een sessie met mij hebben, dat ze op zichzelf al een soort bepaalde pressure zetten van, oké, ik moet vandaag die hit maken met Spanker. Terwijl, ik ben gewoon op voor, laten we gewoon pokoe maken, man. Toch? Dan zie je wel wat eruit komt. Die hit, je weet nooit of je die hit maakt. Juist. Maar dus laten we daar niet eens over gaan stressen. Laten we gewoon harde shit maken. Shit die echt voelt. Ja, maar ik denk wel dat, zeg maar, je zegt dat het heel lichtjes. Maar voor jou is dat zo. Ja, dat is wel mijn beleving inderdaad. Dat is jouw beleving, snap je? Ja. Die guy die bij jou terechtkomt, die denkt van... Jij ook, Harry. Yeah? Let's talk about... Let's give some flowers to the OG's. Ja, maar laten we even flowers geven, man. Let's give some back. You talking about my fucking nigga Adje right here. Proud of this nigga. In plaats van die legendary FunX Awards ontvangen. Hoe voelde dat voor jou? Ik zag je was ook een beetje emotioneel. Shit. Snap ik ook. Ik denk de reden dat ik een beetje emotioneel was, is omdat ik... Het voelde, zeg maar, een soort van perfect. Snap je? Jij en Idaly winnen, zeg maar, op dat moment. Beste collab was dat, toch? Klopt, ja. Toch? En had je 2 gepakt die avond? Ja. Precies, zeg maar. Dus het voelde voor mij eigenlijk als een winning night. omdat hij pakt 2 awards. Mm. En al die andere awards die langs gingen, zat ik met Rie, zei ik tegen hem, ik denk dat deze naar Jonah gaat. Ik denk dat deze naar die gaat. En ik had ze allemaal goed. Ja, ja? Mm. Ja, je weet toch? Ja. Dus ik had voor het eerst het gevoel dat ik het eens ben met die niggas van FunX. Mm. Oké, ik hoor je. Snap je? Ja, 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 en op die dag dan dat ik eens ben op hun, krijg ik ineens een award die niet eens bestond. Oh, je wist ook niet dat je hem zou krijgen? Nee, bro. Oh, gek. Ik zat gewoon daar en ik was daar echt gegaan omdat ik wist van, Cho zei ook tegen me, ja, ik weet niet, maar ik ga. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Dus toen dacht ik van, weet je wat, je moet ook optreden, laat me ook gewoon gaan. En Rodi checkte me ook awesome, van, hey, ik ben 7:30 bij jou. Dacht ik van, ik kan nu tegen hem gaan zeggen van, hey bro, fuck FunX awards, ik heb geen zin vandaag. Dat had ik kunnen zeggen, zeg maar, je toch? Ja. Maar iets in me zei van, let me be professional today. Je weet toch, laat me gewoon doen wat hoort, zeg maar. En toen kreeg ik die award en toen dacht ik van, oké, ondanks het feit dat ik heel lang heb gedaan alsof, as if I don't give a fuck about it, zeg maar. Het feit dat dan iemand ineens wel bevestigt van, nigga, you're a motherfucking legend out here in the streets. Je weet toch? Mm. Nee, sowieso altijd mooi om die erkenning te krijgen, toch? En ik denk, zoals je het nu uitlegt, had je het niet eens verwacht, zeg maar. Dus nee, ik kwam echt van, hè? Ik kwam gewoon eigenlijk om gewoon te steunen, supporten. Ik ben gewoon hier. Juist. En nu krijg ik opeens zelf een award voor iets. Ja. Dat maakt het nog wel mooier. En sowieso verdiend, man. Nee, ik ben heel erg dankbaar. Ik weet ook dat ik niet de enige kandidaat was, zeg maar, waarover gesproken werd. Snap je? Dus dat ik weet ook niet precies wie de andere kandidaten waren, maar dat maakt niet uit. Het feit dat er het is logisch dat er meerdere mensen aan bod komen als ze de eerste Legend Award willen geven, zeg maar. En het is ook door een jury bepaald, niet door niet door het publiek. Waardoor ik het gevoel heb dat er echt over is gediscussieerd. Mm. En dus ja, FunX, ik ben jullie dankbaar. We zijn niet altijd even blij met jullie geweest. Als het gaat om FunX. Mm. Maar ik moet ook toegeven, en dat is niet nu omdat ik een award heb gewonnen. Want nogmaals, ik was daar om Cho's show te zien. En ook omdat ik vorig jaar al het gevoel had dat ze aan het groeien zijn en dat ze, naar mijn mening, een betere stem aan het worden zijn voor de culture. Dus ja, op basis daarvan had ik zoiets. Ik denk ze proberen verandering erin te brengen. Ja. Dus shout-out naar hun daarvoor. Zeker man, shout-out naar FunX. Ja man. Veel mensen weten het misschien niet, maar je bent echt lang in de game, hè, bro. Daarom zeg maar, ik denk, van je praat over andere kandidaten. Sorry dat ik onderbreek, als iemand het verdient. Ja toch, zeg maar, wie is er zo lang in de game als jij? Op dit moment, zeg maar. De enige die ik kan bedenken is Jay. Jay Johnson. Ja, natuurlijk. En natuurlijk heb je nog meer mannen die van die tijd er ook nog waren, maar relevant in de game. Ja, laat me dat nog erbij zeggen voordat ik iemand boos maak of iets. Ja. Ik bedoel meer van, ik kan niet zeggen, maar ja, je moet wel zijn. Ik stil kicken in. Ja, relevant in de game. Relevant nog steeds, ja. Shows werken nog. Naast shows gebeuren er ook andere dingen. Snap je? Ik zie Jay heeft zijn programma met Mahi. Hij doet hier en daar dingen voor RTL Boulevard, heb ik ook een keertje gezien. Ik daarentegen heb nu mijn eerste podcast en acteren gaat me best wel goed af. Hetzelfde bij jou ook. Dus en onze muziek is nog steeds gaande. Dus ik denk dat in dat opzicht zijn er gewoon weinig mensen die zo lang. Als ik vanaf THC moet tellen, ben ik al vanaf 2004 20 taaiers. Ja, 20 taaiers. Ik denk ook, zeg maar, los van de muziek, ook de dingen waar weinig over wordt gesproken. Zeg maar de impact, snap je? De dingen waar je mede verantwoordelijk voor bent geweest. Onder andere mij, snap je? Hef, een paar andere shits. Gewoon Ja, zeker. Een lot of shit, snap je? Waarvan ik denk dat die legacy award, zeg maar, op zijn plek is bij jou. Snap wat ik bedoel? Ik denk sowieso, als je gaat checken van, weet toch, vanuit de hoek van jou en Rivers, wat daaruit voort is gekomen. Yes. Cho en Idaly. Ik beschouw mezelf ook als iemand. Slaughter Force Gang, that shit changed the game. Ik wil like, is wel wel. En dat wij het vandaag de dag nog steeds kicken op een manier, je weet toch? Van Joe doet op zichzelf zijn ding, Idaly doet op zichzelf zijn ding, ik doe op mezelf mijn ding. Ja, iedereen is gewoon een poppetje geworden, een sterke character in dat ding, ja, zeg maar. Maar het komt wel eigenlijk allemaal vanuit dezelfde keuken. True. Ik moet eerlijk met jullie zijn, toen ik wegging uit Noord, bro, mijn matties waren, zeg maar, onze street shit. Het was of street shit of voetbal. Ik kan niet voetballen. Ik kan hier en daar wel wat street dingetjes. Maar mijn hart ligt niet per se daar. Je weet toch? Mijn hart lag in pokoe. Maar die niggas waarmee ik was, hun hadden zoiets van, nigga, fuck jou en je hele pokoe shit, bro. Je weet toch? We voelen het wel, maar die shit bestaat niet in Nederland. Dus ik snap dat je die droom hebt, maar laten we gewoon focussen op andere dingen. Dus op een gegeven moment ging ik van Noord, verhuisde ik naar Eiburg. En ik had gewoon zoiets van, weet je wat, deze niggas begrijpen me niet. En ik kan met ze in discussie blijven gaan. En waarschijnlijk gaat dat ons alleen maar verder uit elkaar drijven. Dus laat me gewoon mijn eigen koude ding doen. En op het moment dat ik op Eiburg terecht kwam, was ik met Ronnie, Hef. Dus dat voelde heel... dat voelde fijn, zeg maar. Van oké, ik heb mijn niks in Noord geskipt. En niet allemaal. Rotje was ook nog steeds met ons. Snap je? Rodney is niet een van die niggas die niet geloofde. Hij was juist een van die niggas die geloofde. Die me ook heeft gejoind in duizenden dingen. Maar genoeg van die andere niggas niet. Dus toen ik op Eiburg kwam te wonen. En we hebben hefvermogen gedaan. En hij verlaat ons op dat moment. Was ik eigenlijk, zeg maar, die plan wat ik had, was helemaal gecrashed. Snap je waar ik ben? Want ja, ik heb mijn niggas geloosd om, zeg maar, met mijn broertjes te zijn. Maar mijn broertje heeft een andere afslag genomen. Dus nu ben ik, sta ik er alleen voor. Ja. En op het moment dat ik er alleen voor stond, zijn jullie in mijn leven gekomen. Cho, Idaly, Rivers, Ivan, jij, Aisha. Zeg maar gewoon een hele... Er was een soort Wibwa, een nieuwe familie was er ineens ontstaan, zeg maar. Maar dit keer was het een nieuwe familie met alleen maar creatives. Yes. Dus ik had zoiets van... Wat ik ook kan doen om al deze mensen die nu hier zijn te joinen, ga ik doen omdat ik het gevoel heb dat deze mensen mij joinen. Zo werkt het. Jullie zagen dat licht wel waar ik al 100 jaar over preach. En ineens had ik een familie waarmee ik het gevoel had van deze niggas begrijpen echt what the fuck ik bedoel. En we kunnen het ook nog eens samen bereiken. En we hebben het samen bereikt. Je weet toch? En ik was nooit... Er zijn genoeg niggas die naar mij toe zijn gekomen die tegen mij hebben gezegd van yo, Adje, je had veel zakelijker moeten zijn. Als ik jou was, had ik al die niggas op contract. Had ik nu nog steeds 10% op hen. Snap waar ik ben? Maar bro, die shit is voor mij nooit belangrijk geweest, man. Omdat ik altijd wist van bro, ik regel mijn eigen eten sowieso, man. Dus als deze niggas nu ook hun eten kunnen vinden in deze keuken, ga ik niet zeggen, nou die kip daar is van mij. Ja. Hoeveel heb ik nodig, zeg maar, om mijn buik te vullen? Snap waar ik ben? En ik denk dat dat een van de redenen is dat ik zo lang meega. En dat ik tot de dag van vandaag jullie respect heb. En dat ik nog nooit een rare ruzie met een van jullie heb gehad. Snap je? Nooit, man. Ja. Omdat het is nooit gebaseerd geweest op iets willen winnen van jullie. Klopt. Het is altijd gebaseerd geweest op wat kunnen we samen maken. En Ik denk, we kunnen nog 5 uurtjes doorpraten. Maar deze podcast hoeft ook geen 40 uurtjes te duren. Je weet toch? Dus, dames en heren. Dit was Ketchup. Ketchup with the boy. Ja toch? C.A.O. Spankito. Spankito. Adje Big OG. Love you, bruv. Love you, guys. Soms is een nigger, een awkward nigger. I know. Love, man. God bless. Love, ja, man. De homies. Zolang je niet gaat fluiten als andere tripals. Nee, man. Forever doing this rap shit, man. Fly out, niggas. See you.